In december 2015 stierf de mama van Lise Verijn aan de gevolgen van kanker. Ze kreeg voor het eerst kanker tijdens de opnames van In Vlaamse Velden, vertelde Lise daar eerder over aan Radio 2. Later bleek dat ze uitzaaiingen had. De maanden daarna ging ze razendsnel achteruit en iets later stierf, maar nu deelde Lise Verijn een prachtig eerbetoon aan haar mama. Ze deelde een Halloween-foto uit de oude doos en postte er ook een geschreven tekstje bij van haar mama. Mijn mama pende vroeger de leuke conversaties neer die ze had met haar driejarige. Deze parel teruggevonden, schreef ze bij de Instagram. Lise krijgt dan ook heel wat steunbetuigingen van haar volgers. O Lieseke, jouw mama was een pareltje op zich, zo'n lieve warme, goedhartige madame, en je mama was enorm fier op jou, klinkt het in de reacties onder de foto's. Daarnaast laten nog heel wat mensen een hartje achter bij het bericht.